Een veelomvattende expositie met de titel Winkelen in Almelo is tot en met 6 januari te zien in het Stadsmuseum. Donderdag was de opening. Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort. De officiële stadsomroepen van de gemeente Almelo en nu sinds kort ambassadeur voor het Stadsmuseum is heel even aan het woord. Hierbij doe ik u heden, den 26 oktober 2017, konde van een heugelijke gebeurtenis in deze stonde. De opening van de expositie Winkelen in Almelo. Eigenlijk is dit een tentoonstelling die u in de geschiedenis zelf hebt meegemaakt, hè? Ja, inderdaad. Ik ben zelf natuurlijk ook altijd ondernemer geweest en nog enigszins. Maar ja, wat er door de jaren heen gebeurd is dat, en wat hier getoond wordt, dat is mij allemaal bekend. Wij zaten aan de Bordenstraat. Een installatiebedrijf en smederijconstructiebedrijf. Deze tentoonstelling, hoe kwam die eigenlijk tot stand? Die kwam tot stand omdat wij in onze collectie een ongelooflijke voorraad van relatiegeschenken hebben. Ik dacht, daar moeten we iets mee doen. Maar alleen relatiegeschenken is gewoon saai. Dus toen hebben we dat al pratend, kom je dan op het idee, nou, middenstand in Almelo. Maar ja, wat dan? Dat is ook niet leuk. Winkelen in Almelo, dat is wel leuk. En dan ga je denken van, nou, niet de horeca, je moet je beperken. En dat was eigenlijk het allermoeilijkste. Wat doen we wel en wat doen we niet? En dan heb je bepaalde winkels genomen, maar die zijn ook maar als voorbeeld. Dus het is niet om anderen uit te sluiten, maar wij hebben gewoon een keuze moeten maken voor bepaalde winkels die hier dan ook een deel van een vitrine zelf hebben mogen inrichten. Het is ook erg actueel eigenlijk, hè? De binnenstad, hè? En dan nu de etalages van vroeger. Ja, dat klopt. Etalages van vroeger, met name die uit de Grote Straat. Die foto's komen uit de collectie van Peter Leeuwen. En onze medewerker René de Kok is in de Grote Straat gaan fotograferen naar leegstaande panden. En toen hebben we die een beetje achter elkaar gezet. Van sommige panden staan leeg en hoe mooi die gevels vroeger eigenlijk waren. Want die zijn in de jaren 60 eigenlijk al een beetje, ja, onder de toen heersende mode toch. Ja, ik vind het gewoon verknald, maar ik noem het maar zo. Maar het is, we hebben niet de nadruk willen leggen op die leegstand, want er is een heleboel nieuw elan. Zoals bijvoorbeeld de bloemenwinkel aan het kolkje. Die geweldig dat hele kolkje daar heeft opgeknapt. De Rode Molen aan het Schokland. En dus, zo zijn er nog veel meer. In de Doelenstraathoek, Modestraat, Stolenstudio, Willemina en Jules. Die dan ook allemaal hier hebben ingericht. Die op eigenlijk toch wel soms onverwachte plekken deze binnenstad een nieuw elan geven. Het woord zegt, pop-up is de tijdelijkheid. Smaakt, het gaat over de smaken die Almelo, Twente en Overijssel rijk zijn. En een etalage is dat we letterlijk de producten tentoonstellen, laten zien, ook laten proeven. En ja, als mensen willen, kunnen ze het ook kopen. Ja. Almelo heeft als start heeft het stadslandbouwconvenant ondertekend. Hè. De gemeente Almelo heeft dat gedaan. En daar hoort bij lokale productie, streekproducten. En die zag je eigenlijk niet in Almelo. En met dit project, hè, wat ondersteund wordt door de gemeente Almelo, kunnen we deze etalage inrichten met streekproducten die Twente Overijssel rijk is. En dat zijn er eigenlijk best veel. We willen hier eigenlijk wel 40 tentoonstellen, maar er zijn er meer. Er zijn er wel 60 en misschien nog wel meer. Want ik kreeg net van mijn overbuurman hier in het Hof van Gulik limoncello uit Almelo aangeboden. Nou, dat is ook leuk. Kijk, wat wij willen is ook gewoon iedereen die hier iets met streekproducten doet, ook gewoon ondersteunen. Dus wij zijn letterlijk de etalage, maar we verwijzen natuurlijk graag naar de ondernemers waar ze die daar lekkere gerechten van maken. Dus dat doen we ook. Maandag de 30e is de opening, de aftrap. En dan gaan we die week gewoon nog langzaam heel veel spullen brengen. Want ik moet zo nog lokaal bier halen en nog kuiernat. Dus ik ben nog even een paar dagen op pad. Maar maandag is zeg maar het officiële tintje.
Nou, het is een pop-up store en we doen het erbij. En we zijn 4 dagen open. Donderdag tot en met zaterdag, maar ook op koopzondagen. En er komt hier een hele mooie grote oven die met dank aan Rationaal neergezet wordt tijdelijk. Daar gaan we ook producten bereiden, want dan, ja, dan gaat het ook lekker ruiken. Kun je proeven, want dat is een beetje de idee. Proeven hoe rijk Almelo en Twente is aan smaken. En dus ik ben er dan zelf een paar dagen in de week. En met vrijwilligers en mensen die het leuk vinden. Maar ook net, er kwam net een docent voor, van de bakkersopleiding van het ROC voorbij. Die denkt, oh, leuk streekproducten. Dat zit ook in onze module van de opleiding. Kom lekker langs, dat is gewoon leuk. Dus laat vooral heel veel ontstaan hier. Veel lof werd de vrijwilligers van Almelo Allee toegezwaaid tijdens een afterparty woensdagavond in Erve Pezi. Voorzitter Fred ter Horst liet de editie van 2017 in vogelvlucht voorbijgaan. Twee vrijwilligers achter de schermen aan het woord. Agnes Bentink, gebiedscoördinator, en Ben Hulshoff, secretaris van de stichting Almelo Allee. Nou, de Almelo Allee die is opgezet om mensen in Almelo in beweging te krijgen. En de verbinding te maken van het buitengebied en de stad. Nou, dat eerste, het Almelo in beweging krijgen, is natuurlijk heel mooi. Want je kunt gaan wandelen, je kunt gaan fietsen en je kunt gaan hardlopen op diverse afstanden. Maar wat dus nieuw was, dat was dan, en daar kon we mooi gebruik van maken, de castle run. Dus het rondje rond het kasteel. En dat gaan we zeker uitbouwen. Maar dat betekent ook weer in de gedachte van elkaar samen bewegen, is het leuker voor mensen die eigenlijk beginnen met nog eens een keer te gaan hardlopen, om dan ook wat mensen langs het publiek of het publiek langs de lijn te hebben die zeggen, nou, oh, ja, mijn zoon of mijn dochter of mijn vader of die lopen ook mee, en mijn moeder doet natuurlijk ook nog. En zo krijg je natuurlijk wat belangstelling dan wanneer je in je eentje in het bos loopt. Ik maak de verbinding tussen de verschillende partijen rondom Almelo en in Almelo. En in Almelo Allee is mijn uitdaging om juist de verbinding te maken tussen de mensen in de stad en mensen in het buitengebied. En wat SPOA, dat is de Stichting Plattelandsontwikkeling Almelo, waar ik voor werk, juist als doel heeft, is mensen meer te laten genieten van het buitengebied, mensen kennis te laten maken met alle partijen in het buitengebied en ook meer begrip te kweken voor de bedrijvigheid die buiten in ons mooie buitengebied van Almelo te doen is. In 2018 gaan we wel ook weer verder het buitengebied in. Dit jaar konden onze wandelaars met een bus, dat was ook nieuw. En dan kun je toch verder lopen met de 5 kilometer... Voor de fietsers, want ik coördineer ook voor de fietsers. Voor de fietsers gaan we in 2018 weer terug naar bepaalde routes. Want dat is dit jaar echt niet goed bevallen. Het gaat niet allemaal goed met Almelo Allee. Er gaat wel eens wat mis. En in 2018 hebben we weer een mooie route verder het buitengebied in. En ook weer met pijlen langs de weg. Want dan hebben mensen toch kunnen veel ontspannender fietsen. Achter de winkelpui op nummer 37 in de grote straat in Almelo tussen KPN en Talamini is via een gangetje een bijzonder pand te vinden onder nummer 35A. Rond 1800 stond het pand op naam van Johannes Engberts en Harmina van Dijk. Tot 1910 hebben de nazaten van Johannes Engberts in het pand gewoond. Sinds 33 jaar is Laura Eeftink de bewoonster van dit pand. Zij kan het een en ander vertellen over de prachtige pareltjes die deze woning herbergt. Wanneer ben je hier precies komen wonen? Ik ben hier komen wonen in begin 1984, 33 jaar nu. Natuurlijk, ik kwam hier binnen en ik kreeg eerst een ander gedeelte van dit huis te zien. En daarna, ik had de opmerking gemaakt van, goh, wat vervelend dat die buren van mij zo dicht bij me wonen. En dat ik dan met hun gelijk gebruik moet maken van die tuin. Dat vind ik niet zo leuk. En toen zei degene die het ging verhuren, die zei tegen mij van, ja, maar kom er even mee. Ze begon heel smerig te lachen. En toen werd deze deur voor deze kamer werd geopend. En toen zei ze, als je dat huurt, krijg je dit erbij. Oeps.
Toen schrok ik even, want ik denk, zoveel spullen heb ik helemaal niet. Hoe moet ik dat opvullen? Dus, maar uiteindelijk zag ik dus ook de sekko's. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg apart. Ja, je begint ineens over de sekko's. Wat kun je vertellen over deze bijzondere schilderijen? Ik weet dat het op de muur geschilderd is en dat het geen fresco is. Fresco zit in de muur, als ik mij niet vergis. Maar dat weet ik niet zeker. Maar hoe zijn die eigenlijk tevoorschijn gekomen? Ja, dat is een leuk verhaal, want er was hier een huurder, meneer Gesinus Koolhof. Die wilde hier gaan witten in plaats van het behang wat hij zag. Dat was niet van zijn tijd, zeg maar. En toen is hij begonnen om al dat plaksel eraf te halen. En toen ontstond er dus een gedeelte van een sekko. En toen zijn ze heel voorzichtig te werk gegaan. Ik geloof wel dat ze meteen iemand hebben gevraagd van... wat moeten we hiermee? Wat kunnen we ermee? En toen zijn ze echt heel voorzichtig te werk gegaan. Nou goed, alles is eruit gekomen. Ze hebben het schoongemaakt. Eentje die was een beetje kapot. Die is een eentje verder daar. Ziet u zo meteen wel. En daar hebben ze een beetje overheen geschilderd. Voor de rest was er op de schouw was er ook nog een heel groot kruis. En om dat een beetje te laten herleven, heb ik daar een Johannituskruis aangehangen. Nou, dat was dus wel heel apart. En het huis op zich, de ronde kast die daar is, dat is natuurlijk ook wel iets wat niet iedereen in zijn huis heeft. Ja, helaas de leidingen. Maar ja goed, het was allemaal nog in de periode dat dus al dat behang erop zat. Dat ze dat niet beter hebben weggewerkt. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar hier zijn ook nog hele hoge plafonds en hoge balken. Ja, ja. Qua stookkosten is het duur. En dan vervolgens een heel klein deurtje om in een volgende vertrek te komen. Ja, precies. Dat maakt het wel bijzonder. Het is een heel apart, ik noem het maar een beetje een historisch huis. Ja, een toch historisch wel. Pand. Heel historisch. Maar de betekenis van deze schilderijen, is dat al een beetje achterhaald of blijft dat moeilijk? Ja, dat blijft een beetje gissen naar de waarheid. Deze achter mij, die heeft het meest betrekking op de Hagengracht. Mijn huis loopt ook een beetje schuin af, zodat het overvloedige water aan regen enzovoort, naar de gracht afgevoerd werd. En, want even, wacht even, ja? Vroeger was hier een gracht, heb ik begrepen? De Hagengracht was een gracht, ja. Ja. Maar dat was lang, echt een gracht? Dus. Ja, zolang voordat ik geboren werd, was die weg. Toen had je nog van die schuithuisjes, die kun je daar nog wel zien. Dan kon je dus zo vanuit het zogenaamde wc, plop. Ja. Ging de ontlasting enzovoort, daar ging de gracht in. En dan tevens even lekker wat vissen. Hé, wat heb ik nou weer aan mijn hengel hangen? Dat kunnen soms bijzondere boodschappen zijn. Hele bijzondere boodschappen. Maar de schilderijen bekijkend lijken de bomen wel door de een en dezelfde kunstenaar gemaakt te zijn. Ja, daar heeft het alle schijn van. Ja, en dan hangt er natuurlijk wel vrouwen justitie aan. Ja, dat is natuurlijk het grote vraagteken, want daar weet niemand echt wat van. Ik heb me laten vertellen dat hier in deze kamer ook tijdelijk het recht gesproken werd. En in een ander vertrek, waar niets meer zichtbaar van is dat het een tijdelijke opsluiting was, kun je alleen buiten nog wat tralies zien. Maar daar werden dan mensen even neergezet om, misschien te laten afkoelen, ja. Zou kunnen. Ja, want de echte herkomst is niet duidelijk. Nee. Nee, daar moeten we de Almeloze bevolking maar voor inschakelen. Ja, als zij iets weten, dan komt u maar met uw verhaal. Vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren 10 november? Wij gaan een avond organiseren met Bonnebroekse muzikanten die in de verschillende combinaties met elkaar muziek gaan maken. Dus deels is dat een soort jam sessie eigenlijk. En ook wel met complete bands. En allerlei muziek, van akoestisch tot rock, hard rock. We doen geen house of dance, dat vinden we niet zo geweldig. Hey, vertel mij eens, wat is er zo bijzonder aan die avond? Nou ja, het is
dat alle mensen die, die meedoen, die zijn, die hebben iets met Bonnebroek. Okay. Die komen er, die hebben er gewoond of komen er vandaan. Ja. En er zitten ook mensen bij die normaal gesproken nooit in een band spelen of zo, dus die gewoon thuis elke avond thuis oefenen. Nou, die, als wij dan horen van god, die kan drummen of die kan gitaar spelen, dan vragen we die en dan doet hij mee. Jij weet absoluut meer van. Je bent al 10 jaar bij de club. Ik ben 10 jaar bij de club. Mijn naam is Erik en we zijn ooit begonnen hier in het Broekshuis met het idee dat wij als band 1 keer per jaar optreden. Ja. En zo langzamerhand in de jaren is het gegroeid dat we te weten kwamen dat er heel veel mensen zijn die thuis stiekem oefenen, maar nooit op het podium durven staan. Okay. En zo langzamerhand is er elk jaar zijn er wat mensen bijgekomen. En vorig jaar hadden we iemand van 15 en de oudste was in de 70. En daarin met leuke combinaties proberen we dus gewoon een avondvullende programma te maken. Dus, okay. Wat ook interessant is voor het publiek. En wanneer gaat het precies weer plaatsvinden? 10 november. 10 november. 10 november. Dat is op een vrijdag, vanaf hoe laat? Vanaf 21 uur, 9 uur, ja. S'avonds. Gratis entree. Gratis entree. Ja. Qua betrokkenheid en qua trots en zo. Jullie hoeven niet zielig om te vinden of zo, maar ik heb nog nooit gehoord, toen niet, nu niet, van hé jongen, wat ben je goed bezig? Je een schouderklopje of we zijn trots op jou. Dat hebben we nooit gehoord. Maar dat heeft dus ook te maken met het gewoon niet kunnen uiten. Want ja, ze weten, ze hebben echt geen idee wat ik doe. Als ze hier zouden staan aan de bar, dan zou mijn moeder schaapachtig kijken. En mijn moeder zou, vader zou waarschijnlijk gewoon gaan zuipen. Want dat is ook een dingetje. Mijn vader die heeft echt wel een behoorlijke zucht naar drank. Dat is wel een liefhebber. Hij is part-time alcoholist. Alleen als hij slaapt, drinkt hij niet. Dus voor de rest is het wel iemand die veel dronken was. En ik merkte dat al op, rond mijn 4e, 5e levensjaar. Dan, hij werkte in ploegendienst dan in die fabriek. En dan ging hij vaak, hij dronk altijd vieux. Dan dronk hij dan vaak het glazen cola vieux. Misschien om het leven draaglijker te maken, dat weet ik niet. Maar dan ging hij op die manier naar werk. En dan kwam hij weer terug. En was hij vaak ook dronken, dus ik denk dat hij ook tijdens werk dronk. Ja, ik vind dat achterlijkheid. Dat is allemaal vertegenwoordigd. Je hebt achterlijke moslims, achterlijke christenen, achterlijke atheïsten, achterlijke artiesten, achterlijke kunstenaars, achterlijke boeren, achterlijke almeloos, achterlijke Enschedees, achterlijke Turken, achterlijke Grieken, achterlijke. Dus, om mijn aan te geven, hoe schrijf je een programma dat een uur duurt? Nogmaals, welkom dames en heren. Welkom op Camping Den Blanken. Want ik speel normaal met de koor, heb ik hier helemaal een camping. Maar ik dacht van, nou, dit is mooier. En waar vind je dit de koor nou? Ik kan je vertellen, nergens. En meestal na afloop vraagt Ruud van, hak het misschien ook moeten ruimen? Ik ben mooi kiep mee, jong. Ja, natuurlijk met een dikke kloot in hier landen. Dan ik hier de boel een beetje regelen. Ik word een beetje schizofreen met 3 gitaren op 1 podium. Wat moet dat doen, man? Vrede, heb je beweegd licht in Café België? Ja, ik weet ook niet hoe ik dat deed. Ik kom hier nou al een paar jaar. Elke keer kom je binnen en dan hoop je van... En dan... Nee, weer niet. Ik kom uit een heel optimistisch dorp. Ik had een buurman en mijn buurman was getrouwd met een Filipini. Filipino, Filipina. Filipino is zo'n wijf van zijn eiland. En dat meisje dat verongeluk met de auto. Oh, wat droeven is, jong. Dat verongeluk. Echt, mijn buurman ook. Kapot, jongen. Een rouwproces. Ik geloof 5 minuten.
Toen was hij er wel helemaal klaar mee. Toen zat hij wel achter de computer. Terwijl je riep, haal ik dat gewoon nu, hoor. En er wordt wel eens een beetje zo op gereageerd van wat hardvochtig. Maar dat is niet waar. Hardvochtig zou het pas zijn geweest als mijn buurman zijn bruid bewust had laten verongelukken. Dat heeft nooit iemand kunnen bewijzen. Sander Zwijnenberg, een van de DJ's van vorig jaar van het Glazen Café Bornebroek. Er is wat te doen in Brokkie, wat? Ja, we hebben vanavond een muiteravond. Dat wil eigenlijk zeggen dat het Glazen Café voor deze ene avond Café Brokkie overneemt. En daarvoor hebben we gekozen voor het thema van een Hollandse avond. Met meerdere spectaculaire optredens. En dus de mensen van het Glazen Café achter de bar. De bedoeling is dus eigenlijk ook dat een mooi deel van de opbrengst van vanavond rechtstreeks naar het Glazen Café gaat. Dus naar het goede doel. Dus dat is eigenlijk wat je kunt verwachten vanavond. Kijk, en wie komen er zo optreden? Nou, we hebben helaas één afzegging. Dat is Freddy Hoekstra. Die zou komen, maar die komt niet. Maar we hebben nog genoeg andere artiesten, waaronder Geraldine, André Mos en Blaaskapel Dit Is, die opkomen treden. Kijk, nou hopen dat het een groot feest wordt. Ja, daar gaan we vanuit. Als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echt de vrienden zijn. En dat zijn er toch best veel. Waar zijn al je vrienden? Als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echt de vrienden zijn. En dat zijn er toch best veel. The time you will be in bed and you will be the leader of a people. Many people coming from miles around to hear you playing music when it's time for that. Well, maybe one day you'll never be right. Say, Johnny, be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Wow! Johnny, go. Dit bankje van ontwerpbureau Dintec uit Enschede is geplaatst uit eerbied voor de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels. En die was afkomstig uit Almelo. De vorm is afgeleid van een space shuttle.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.